Coco is een meisje dat uit een arm gezin komt. Een maand geleden is haar vader overleden en ze is heel verdrietig daarover. Die dag zit ze voor het eerst weer in de klas. Ze is afgeleid, want ze moet steeds aan haar vader denken. Hoe ze werkt iedereen. Nu gaan we over naar taal. Binnen. Goedemorgen, schoolinspectie. Coco Margoe, ik verzoek u met ons mee te komen. Coco, zeg maar alvast dag tegen je klas. Haar klasgenoten blijven beduusd achter. Eenmaal buiten de klas hoort Coco waarom ze uit de klas werd gehaald. Ga ze uit niet-gerechtig primair onderwijs volgen. Gezien het feit dat de bijdrage voor educatie reeds 2 maanden niet is gedaan. Sorry, je moet van school. Je moeder betaalt geen schoolgeld meer. Wat? Coco komt thuis met haar broertje en zusje die ook van school zijn gehaald. Mam, we zijn van school gestuurd. Huh? We zijn van school gestuurd omdat je geen schoolgeld betaalt. Wat zou je vader betalen? Pa is dood. Ja, hij is overleden. Hoe kan hij dan betalen? Wat eet je vanavond? Maar broodje kaas. Nou ja. Ik. Jolly. Eigen eten regelen. Ja hoor. Oh, gast. Je bent wel onze moeder. Ja. Wij gaan gewoon vandoor. Ja, we gaan gewoon vandoor. Kom. Coco kan wel huilen, maar is ook erg boos. Ze kan wel met de deuren slaan, maar doet het niet. Hoe kan mijn moeder nou niet betalen voor school? Een week later zit Coco zich op haar kamer te vervelen. Als ze opeens haar moeder buiten ziet lopen met een boodschappentas. Zou ze nou eindelijk brood gehaald hebben? Ik heb de hele week al honger. Maar helaas, het is geen brood. Oh nee, mijn moeder lijkt wel verslaafd aan alcohol. Mama, wat zit er in die tas? Gaat er niks aan! Het is 2 maanden later. Coco en haar familie leven in armoede. Al het geld van de moeder van Coco is opgegaan aan alcohol. Coco en haar broertje en zusje gaan nog steeds niet naar school. Oh, ik heb zo honger. Ik ook. Sorry, dat was mijn maag. Er is niks te eten. Maar als ze er iets van zeggen, krijgen ze een klap van hun moeder, die steeds gekker lijkt te worden. Kinderbescherming? Wat moet dat? Jullie moeten naar een pleeggezin. Je moeder is een crimineel en ze wordt verdacht van kindermishandeling, dus ze moet naar de cel. Ja, ik meen het. Mama. Ben je serieus dat ik van je hou? Nou, echt. Jij mag me wel van mij houden, maar ik hou niet van jou. Jij bent namelijk niet mijn dochter. Jouw vader heeft jou met een andere vrouw gekregen. Nee! Ik weet het! Jullie moeten weg! Weg, verdwijnen! Je moet gewoon verdwijnen! Oké, dat gaan we niet doen, overdikken! Coco! De nepmoeder van Coco wordt opgepakt, maar voor Coco is het al te laat. Ze is dood. De dag daarna in de klas. Hier is het broertje van Coco en hier is het zusje van Coco om het verhaal te vertellen van Coco. Coco is gisteren vermoord. Ja. Neergestoken door onze moeder.
Ja. Haar broertje legt uit dat omdat ze niet naar school konden, niemand ervan wist. Dit kan niet. Iedereen heeft recht op school. Sophie? Laten we gaan actie voeren. Ja, Sherine? Ja, maar hoe? De klas heeft allemaal goede ideeën om actie te voeren. Speciaal voor Coco komt er een muur met tekeningen om aan haar te blijven denken. Met alle andere acties halen ze veel geld op. Hierdoor kunnen ze heel veel kinderen helpen die niet naar school kunnen.